En vandaag is het tijd om te vertrekken naar Sprundel. Hallo mensen en welkom terug bij een gloednieuwe vlog. Ik ben Mark en vandaag is het 2 juni. Ik heb er ontzettend veel zin in, hoop ik jullie ook. En vandaag is het tijd om te vertrekken naar Sprundel. Dit is de tweede weekendvlog die jullie nu gaan zien achter elkaar. Ik heb er onwijs veel zin in. Het is nu vrijdag, stond het ook in de video hier zo. En ja, de kermis die is op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag aan de gang. En ik ben er dus zaterdag en zondag bij met het draaien in principe. Vooral heel zaterdag. Vrijdag zijn we een deel erbij met onder andere de heenreis. Dus dat gaan we zo meteen ook allemaal zien. En zondagavond weer de terugreis. Dus zou mij benieuwd doen, duimpje omhoog als je zin in hebt. Ik zit in ieder geval nu hier in de studio, want ik ga eventjes wat dingetjes nog fixen voordat ik wegga. Dat zijn namelijk sowieso thumbnails maken, want ik moet nog steeds wat thumbnails inhalen. Maar dat komt helemaal goed. En ik ben nu bezig met een video aan het editen voor 5 juni. Zoals je hier kan zien, dit is in ieder geval een Fortnite video. En ja, die komt er ook aan binnenkort. Goed, ik ga in ieder geval dit nog eventjes doen. En het is nu 4 uur en om 4:15 gaan we vertrekken richting Horen. Want dan word ik gewoon daar naartoe gebracht. En dan vanaf daar ga ik op de trein. En dan gaan we daar in Horen ook nog eventjes naar de Mac, eventjes eten. Dan hebben we gelijk ons patatje voor de vrijdagavond gehad. Dus ja, ben benieuwd vandaag. Oké, mensen, het is lekker weer zoals jullie kunnen zien. Met de volle zon gaan we er vandoor. En het is tijd om als eerst eventjes naar de McDonald's te gaan in Horen. Dan gaan we eventjes avond eten. En dan vanaf de McDonald's naar het station in Horen. En vanaf daar begint zeg maar mijn reis. Dus ik check jullie als we bij de Mac zijn. En daarna zien jullie wel de rest van de reis. Het is mij in ieder geval benieuwen. Ik heb weer een hele tas mee. Er zit onder andere tablet in, een zak chips, kleding uiteraard, opladers. Helemaal top. Oké, mensen, ik heb net even lekker bij de Mac gegeten, zoals jullie kunnen zien op de foto nu. En ik loop hier nu zo boven het spoor. En ik moet naar perron 2 om dan de trein te pakken richting Amsterdam Sloterdijk. Dus we gaan even kijken. Die trein zat ik net in. En ondertussen ben ik alvast overgestapt en ik sta nu bij perron 7. En deze trein gaat naar Vlissingen. En ik moet uitstappen zometeen bij... ja, dat wordt even lastig. Moet ik even nadenken. Ik weet het niet eens. Ik moet in ieder geval daar ergens in de buurt overstappen op een bus. En dan ben ik al zo wat bijna. Ik moet in ieder geval 1,5 uur in deze trein zitten. Dus ja, we gaan het allemaal zien. Komt allemaal wel goed. Hij lijkt echt op rapper Shores. Wow. Tuurlijk is het te toevallig, al zou hij hier nu in de trein zitten. Die gaat sowieso niet met de trein. Ik sta in ieder geval nu bij Leiden Centraal, mensen. En ja. En het duurt nog wel eventjes voordat we er zijn. Het is namelijk nu 7:15 en we komen aan om 8:55 ongeveer. Of rond 8:30 inderdaad. Dus we moeten nog wel eventjes. Oké, mensen, eindelijk. We zijn aangekomen hier in Roosendaal. En ik zit hier nu in de bus. Het gaat over 5 minuutjes gaan we ongeveer rijden. En ik moest net eventjes een stukje rennen. Maar eigenlijk was het helemaal niet nodig. Maar goed, ik had tijd niet in de gaten, want mijn telefoon is leeg nu. Dus we gaan in ieder geval nu nog ongeveer een kwartiertje onderweg. Daarna nog een stukje lopen. En dan zijn we eindelijk bij de woonwagens. Zo, mensen, eindelijk. We zijn aangekomen hier zo in Sprundel. En hier voor mij is het kermisterrein. En ik heb zometeen moet ik via een steegje hier naar de woonwagens. We gaan even kijken.
Kijk mensen, deze kennen jullie nog wel denk ik, de botsauto's van in Nederossenberg. En daar zo, serieus daar staan de woonwagens al erachter. Dus dat valt gelukkig mee, qua hoeveel we moeten lopen en zo. Kijk, en onze molen staat daar zo erachter. Dus we staan weer mooi bij elkaar allemaal. Oh joh, de bank ook jongens. Oh mijn god, de bank. Oh, dat wordt leuk. Dat wordt leuk. Kijk, die kennen jullie ook nog wel denk ik. Deze kennen jullie. Deze kennen jullie ook. En deze, die kennen jullie als het goed is ook. Deze komt namelijk, deze was ook in Asserij toen. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ja, en die natuurlijk. Maar het is in ieder geval een gezellig kermisje zoals ik voor nu kan zien. Oliebollen erachter, dart game. Ik hoor muziek, dus er is niemand bezig hier. Maar goed, we gaan het morgen allemaal wel zien. Ziet er in ieder geval leuk uit, mooi bij elkaar allemaal. Kijk, dit is tenminste niet zo'n kermis dat alles uit elkaar staat. Dit is tenminste nog wel redelijk, als alles open staat, nog wel gezellig, denk ik. Dus we gaan het allemaal zien. Ja, we gaan even naar de woonwagens. Even alles klaarmaken en even lekker zitten. We zijn er in ieder geval voor een anderhalf dag. We hebben nog eventjes lekker gezellig hier gezeten aan de tafel. Eventjes wat lekkers erbij, zoals bijvoorbeeld een nootje en even wat drinken. En nu is het alweer tijd om te gaan slapen. Het is 1:15 in de nacht. Morgen gaat de wekker om 9 uur. En we gaan morgen open hier zo om 1 uur. Dus ja, prima dagje wordt het morgen denk ik. We gaan ook even een rondje over de kermis. Dat doen we gelijk morgen, want overmorgen dan is het beelden van het draaien en alweer naar huis. Dus ja, we gaan het allemaal zien. Het is maar weer nieuw, ik ga nu lekker slapen. Ik leg je weer zeg maar op dezelfde manier hier zo in de slaapzak. Dus ja, ik ga wel lekker slapen en ik check jullie baas morgenochtend. Dus rond 9 uur, dan start ik ook de vlog weer. Dus ik zou zeggen, welterusten. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag 3 juni. Ik heb er ontzettend veel zin in vandaag en ik sta nu eventjes hier bij de vrachtwagen. Hij is ondertussen wel bijna helemaal leeg. En hier zo staan een aantal stoelen. En die moeten eventjes naar de molen toegebracht worden. Want dan kunnen de mensen erop gaan zitten, zeg maar, langs de kant. Dus dat gaan we nu eventjes doen, even een beetje tillen. En dan gaan we af en toe eventjes wat dingetjes klaarzetten in de kassa en dus rondom de molen. En dan vanmiddag rond 1 uur open. Zometeen even eten halen, even eten. Dus ja, het is maar benieuwd vandaag. Zo, we hebben net eventjes alle spullen heen en weer gebracht van de vrachtwagen naar de molen. En nu ben ik hier bij de caravan en ik sta hier met een paar jongens. En nou, stel jezelf maar even voor. Hallo, ik ben Brett van Dijkhorst. Ik kom uit Sprundel. Hallo, ik ben Jace Heren. Ik kom ook uit Sprundel. Ik ben Dan Vissenberg. Ik kom ook uit Sprundel. Ja, en deze jongens die zijn hier op de kermis. Mooi een beetje aan het kijken. En vanmiddag ook even in de attracties en zo, toch? Ja, klopt. We vinden het echt super. We gaan met jou in de bank. Ja, we gaan ook samen even in de bank. Dat is super tof. En jullie kijken ook naar mijn video's, toch? Ja, we kijken zeker naar je video's. En abonneren en liken, hè? Abonneren en liken. Ja. Maar daar is donderdag jarig. Ja, donderdag ben ik jarig, mensen. Dus komende donderdag voor jullie morgen dus. Super tof. Dan ga ik waarschijnlijk ook vloggen. Dus dikke prima, toch? Hey. En het zou leuk zijn als we Mark een leuk cadeautje kunnen geven met zijn verjaardag. Dat we de 300 abonnees op zijn verjaardag halen. Dat wil ik halen. Daar gaan we voor. Zo mensen, ik heb eventjes wat gehaald bij de keurslager hier vandaan. En ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. En je wil niet weten wat voor statief ik nou weer heb bedacht. Gewoon serieus een kopje. Ja. Ik heb bonnetjes, heel belangrijk. Ik heb ook voor mijn vader gehaald uiteraard. Dus ik heb twee maal heb ik, tenminste laat ik gewoon even zeggen wat ik te eten heb. Deze heb ik. Dat zijn, dat is een gebakken kipfilet met aardappeltjes en boontjes. Dus die twee keer. En ik heb voor mij ook nog, en ik denk dat ik die vanavond ga nemen. Dat is de penne pesto. Ja, dus een soort van pastaatje. Super lekker. Ik zal het even in de koelkast proberen te doen. Nou, dat gaat wel lukken. Zo, eigenlijk was het heel makkelijk. Gewoon dit hier zo neerzetten. Die even opschuiven en eentje daarin leggen. Dus helemaal top. We zijn in ieder geval eventjes aan het kloten mensen met de rookmachine, want die is stuk, tenminste dat werkt niet meer goed. Dus daar zijn we nu even mee bezig, we gaan proberen snel te maken. Dan gaan we zo meteen even eten, 12:30 is het ongeveer dan wanneer we denk ik gaan eten. Dan gaat hetzelfde ondertussen af en dan rond 1:15 of 1:30 of ongeveer gaan we open. Dus dat zal het mij benieuwen vandaag, ik ga zo meteen even de ladder op voor het cel eraf te halen. We gaan het allemaal zien. Oké mensen, ik zit hier heerlijk eventjes voor de caravan, lekker hier zo met mijn rug in de zon. En ik heb lekker een eitje voor mij. Dus ja, even lekker genieten. En zometeen dus het zeil eraf halen en dan gaan we open. Hey
12. Zo mensen, jullie hebben net even kunnen zien dat ik in de botsauto heb gezeten met Brett. Ja, ik weet het nog. B-R-E-T-T. Ik weet het gewoon nog. Meestal ben ik niet zo heel goed met namen, maar dit keer ging het wel goed. Ik ga in ieder geval mijn eten even opwarmen. En ik ga nu aan de penne pesto. Dus ja, de welbekende magnetron. Daar gaat het weer in. Oh, vergeten. Gaatjes. Er moeten wel gaten in, mensen. Zo, nou kun je erin. En dan doe ik wel gewoon een minuutje of... 5. Ik denk dat het genoeg is. Zo mensen, hij is klaar. Tenminste, ik denk het. Ik denk dat die wel goed warm is. Hoe ga ik dit doen met één hand? Oké, wacht, dit gaat niet. Zo, hoppakee mensen. Och, het ziet er wel lekker uit. Dus wij benieuwd mensen, ik ga het folie eraf halen. En wat ik dan altijd doe, tenminste dat heb ik van mezelf geleerd. Heel klein stukje doe ik hem open, dan laat ik alle damp er een beetje vanaf komen en dan ga ik verder. Dus ja. Oh, het ruikt heerlijk. Ik ga hiervan genieten. Oké, mensen, het is tijd om een rondje te gaan over deze kermis hier zo. Wat is er allemaal te doen? Ik ga weer eventjes een lijst laten zien. We hebben natuurlijk de autoscooter, de draaimolen hebben wij, we hebben de minicars, we hebben de muntschuiven, we hebben de lijntrek. Of eentjes vissen eigenlijk. We hebben de bussensport, oftewel ballen gooien. We hebben de snoepkraam, de oliebollenkraam, de suikerspinkraam. En we hebben de bank en een dartspel. Dus super tof, we gaan langs een aantal dingetjes. Super veel zin in, we gaan het allemaal zien. Jullie gaan ervan genieten, laten we beginnen. Oké, mensen, ik had net eventjes lekker een oliebol gegeten. Hij was wel lekker, ze waren net vers gebakken. Ze smaakte wel goed, maar natuurlijk nooit zo goed als in Nederlandsenberg, hè. Maar oké. Dit was in ieder geval mijn korte rondje over de kermis. Ik ga voor de rest niet touwtje trekken of zo. Maar de bank was ook wel leuk. Super tof. Ja, we gaan door naar de avond nog. Oké, mensen, het is ondertussen al 11 uur in de avond. En ik, tenminste wij zijn afgesloten hier, zoals jullie kunnen zien. Het zeil zit er weer omheen. En het is voor mij nu eventjes tijd om nog even een rondje in de bank te gaan. Voor zolang ik nog kan. En daarna gaan we lekker naar de caravan. Dus dit was in principe de zaterdag. Een heerlijk dagje. Zo mensen, en dan is het tijd om te gaan slapen. Het is ondertussen al 1 uur in de nacht geweest. En we hebben ons bed weer, tenminste ik heb mijn bed weer klaar gemaakt hier zo. De slaapzak, die legt er weer. En het legt serieus best wel lekker, dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga nu erin. En ik ga jullie lekker bedanken voor het kijken deze dag. Morgen is het in ieder geval zondag, 4 juni. Dan is het de laatste dag, zeg maar, van deze vlog. Dus ja, morgen gaat de wekker om een minuutje of half... 10 waarschijnlijk. Dus dat gaan we allemaal zien morgen. En dan gaan we weer richting huis ook. Dus ik zou zeggen, welterusten en tot morgen. Een hele goede morgen allemaal. Het is nu zondag 4 juni. En het is nu bijna 11 uur. We gaan eventjes naar de winkel. Eventjes wat boodschappen doen. En ja, we lopen hier nu naar het kermistrein. Of we moeten hier langs. Zoals je kan zien, het is nog rustig. Heerlijk. Dus we gaan even boodschappen doen. Oké, mensen, het is nu 1 uur in de middag en ik zit hier eventjes lekker aan een broodje gebakken ei. Zoals je kan zien. Ik ga ervan genieten. En zometeen direct naar de molen om het zeil eraf te halen. En dan kunnen we rond 1:30, 1:45 open. Dus we gaan het zien vandaag. Jullie krijgen nog beelden te zien van het draaien. En daarna gaan we door richting huis. Zo, mensen, ik loop eventjes naar de caravan. Ik ben er eigenlijk al. En ik doe eventjes de deur open. En ik ga eventjes aan de gang, want er moeten een aantal dingetjes gebeuren. Want ik heb nog een... game video op Mark 2, waar ik nog een aantal dingetjes bij moest zetten, ook in de beschrijving, ga ik ondertussen ook eventjes doen. En ik ga nog wat andere dingetjes eventjes doen hier zo. Ongeveer een half uurtje werk, dus en het is nou nog rustig. Daarom heb ik ook nog helemaal geen beelden gemaakt, want ja, voor 3 kinderen die zelf van de kermis zijn of 2. En als die erin zitten, ja, ik kan ook beelden gaan maken, maar ja. Het
moet lekker druk zijn, wil je het op beeld kunnen zetten. Anders is het ook gewoon om van te schamen. Goed, het is in ieder geval 2:15. Rond 3:00 ga ik terug naar het kermistrein. Dan nog 2 uurtjes draaien en om 5:00 dan moet ik bij de bushalte staan. Waar ik ook uit ben gestapt, hier zo verderop. Dus en dan gaan we beginnen aan de terugreis. Tot en met 8:15. Of 8:15. Dus ja, zwaar benieuwen. Kijk eens even mensen, het eten van mij gaat er lekker in de magnetron, 5 minuutjes, helemaal top. A few moments later. Zo mensen, dan is het eventjes tijd om te gaan eten en dan is het over een kwartiertje al tijd om naar de bushalte, tenminste dan moet ik er al staan, dus ik moet even snel gaan eten. Dan gaan we zo snel mogelijk naar de bus en checken jullie wel als ik in de bus zit. Dus mensen, dit was de kermis in Sprundel, jullie hebben even kunnen genieten nog van een paar beelden. En ja, we gaan het achter ons laten, misschien volgend jaar weer. Oh my god mensen, ik heb eigenlijk heel veel geluk dat de bus vertraging had, anders had ik hem nu niet gehaald. Ik zit in ieder geval in de bus onderweg naar Roosendaal en van Roosendaal gaan we dus naar Amsterdam. In plaats van dat ik van Amsterdam naar Hoorn ga, ga ik nu naar Annapolona. Dus we gaan het toch halen. Zoals jullie net hebben kunnen zien mensen, ik ben nu in de trein was ik gestapt en nu sta ik ondertussen op Rotterdam Centraal. Kom ik hier ook nog een keertje. Lekker druk is het hier. En er zijn wat problemen bij het spoor, dus de route is wat anders geworden. Ik ben een kwartiertje later thuis, maar dat maakt niet uit. Ik moet zo meteen in de Intercity, of in de, ja, de Intercity richting Amsterdam, uitstappen bij Haarlem. Dan overstappen, of uitstappen bij Leiden. Dan de Intercity of de Sprinter naar Haarlem. Van Haarlem richting Hoorn. En dan kan ik in principe via Hoorn gewoon opgehaald worden toch nog. Ik zou eigenlijk nog een andere halte pakken namelijk. Maar dat gaat dus niet door. Dat komt in ieder geval maar goed. Rond 8:50 ben ik thuis. Ik zit ondertussen in de goede trein richting Leiden. En net bij de vorige trein, toen was er een heel aardige conducteur. Die had ik eventjes gevraagd hoe en wat. En van die conducteur heb ik toevallig een eerste klas ticket gekregen. Gewoon gratis. Dus super tof. Nu zit ik hier op een of andere bank. Hier zo in de trein gewoon. Ik wist niet dat dit bestond. Maar goed. En zoals je hier kan zien, als ik de app open van NS, dan kan ik hem hier als het goed vinden. Kijk, dan zie je hier zo dat ik een ticket heb. Dus hiermee zit ik nu gewoon in de trein. Super tof. Ja. We gaan het allemaal zien. Zo mensen, ik sta nu op station Haarlem en we hebben nog 20 minuutjes, dan vertrekt de Sprinter richting Hoorn. Het is heel erg druk zoals jullie kunnen zien, want het zijn allemaal storingen hier zo bij Amsterdam. Dus daarom deze drukte. Ik ga eventjes wat eten halen voor zometeen in de andere trein en ja, dan gaan we nu echt richting huis. Ik weet niet wat dit allemaal is. Ze hebben wat te vieren geloof ik. Nou, ze gaan lekker een gang. Als het goed is, staat er zo'n auto voor me klaar. Eerst even uitchecken. Piep piep. Zo. En dan zijn we eindelijk weer hier zo in Noord-Holland. Gaan we naar huis. En dan al op tijd mijn bed in. Oké, mensen. Ik ben thuis aangekomen. En ik heb ondertussen al gedoucht. Zoals je kan zien. Ik heb mijn pyjama aan. En ik loop hier weer mijn studio in. Holy shit. Ik heb het wel even gemist hoor. Poh, ik ga er nou niet aan de gang. Ik ga direct slapen, want morgen moet ik er op tijd uit. Dus ja, helaas. Ik ga in ieder geval eventjes dit even neerleggen. Zo, dat ga ik morgen maar even mijn kluis doen. Ik stop mijn telefoon, is topcontact. De gordijnen gaan dicht. Zo,
Dan is het lekker tijd om te gaan slapen, mensen. Holy damn, dit was de weekendvlog van Sprundel. Ik heb enorm genoten van dit weekend. Ook al is het in principe maar één dag draaien. De vrijdagavond, mooi. De zaterdag was leuk. Top, genoten, mooie dingen gezien. En de zondag nu. Ja, ook wel redelijk. Lekker druk hebben we het gehad sowieso. Er wordt nu nog doorgedraaid. En morgen op maandag, voor jullie dus 2 dagen geleden, werd er ook gedraaid. Dinsdag wordt er nog gedraaid. En dinsdag en woensdag afbouw. Dus vandaag is de afbouw in principe. En morgen voor jullie, en voor mij dus donderdag, dan is mijn verjaardag. Ja, dan ben ik 15, dus super veel zin in. Ik ga denk ik ook vloggen die dag. Moet ik even kijken. Maar dat ga ik nog wel zien. Ik heb in ieder geval enorm genoten van het weekend. En ja, mooie beelden gemaakt. Het was een beetje door elkaar allemaal met beelden. En dat ik weer ging praten en zo. Maar dat komt allemaal goed. Kijk wel even wat ik eruit ga halen van, qua edit. Het is in ieder geval nu 9:15. Morgen gaat de wekker in ieder geval weer om 6:00. En ja, holy damn. De eerstvolgende keer dat we met de kermis echt weg zijn, dat is pas in augustus. Ja, tenminste dat ik met mijn eigen caravan ook weg ben en zo. Dat is naar Beek, voor zover ik nu weet. Dus ja, dan is het 2 weken weg. Dan is het Beek. En een week daarna of zo, 2 weken daarna, is het Grauw. Daar ben ik dan weer bij, zeg maar, met alleen draaien. Maar Beek ben ik helemaal bij. Daar heb ik zoveel zin in, nu al. Super tof voor dat. En voor de rest gaan we nog wel een paar kleine kermisjes bezoeken misschien en zo. We gaan het allemaal zien. Sowieso Schagen misschien nog wel eventjes een avondje. Moet ik even kijken. Nou ja. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Hier staan 2 andere video's. Hier kun je abonneren. Dit was in ieder geval deze weekendvlog. Hopelijk hebben jullie genoten. En tot volgende week woensdag om 4:00 bij weer een gloednieuwe video. Dit was een heel goed weekend. Doei mensen.